kunnen we kinesitherapeuten beter vervangen door machines? Vanuit Versus in Hasselt, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik wil graag deze lezing beginnen met een vraag. Wie van jullie heeft er al eens ooit last gehad van pijnklachten? Mocht u hand opsteken. Nekpijn, schouderpijn, lage rugpijn. Ik zie heel veel handen. En het is inderdaad zo dat iedereen in zijn leven wel eens last heeft van klachten van het spierskeletsysteem. En het is zelfs zo dat op ieder moment in de tijd tot 30% van de mensen last hebben van pijn. Dat is heel veel. En we zien ook dat die cijfers zelfs nog toenemen. Enerzijds omdat het aantal oudere mensen toeneemt en dus ook klachten die verband houden met ouderdom. Maar ook zien we dat klachten steeds vroeger optreden. Nu, mensen met pijnklachten die worden heel vaak verwezen naar een kinesitherapeut. En die kinesitherapeut gaat dan altijd proberen om dat heel complexe probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen en dan gerichte oefeningen aan te bieden. En die oefeningen die werken wel, maar anderzijds moeten we toegeven dat de effecten van oefentherapie toch maar matig zijn. Dus wij blijven op zoek naar innovatieve vormen van therapie om aan te bieden. En de technologische ontwikkelingen in de laatste decennia die openen daar een heel nieuwe wereld van mogelijkheden. En het is in die wereld waar ik mij dagelijks mag bevinden, want technologie en revalidatie is het onderwerp van mijn wetenschappelijk onderzoek. En het is ook die wereld waar ik jullie vandaag heel eventjes mee naartoe wil nemen. Zoals ik daarnet al zei, gaan kinesitherapeuten niet zoals vroeger hun behandeling helemaal richten, gebaseerd op passieve technieken zoals massage en elektrotherapie, maar gaan ze naast het aanbieden van mobilisaties ook oefeningen aanbieden aan patiënten en meer fungeren als een soort van coach die patiënt eigenlijk de oefeningen aanleert waardoor de klachten verminderen. Dus de patiënt kan zichzelf beter maken. En dat helpt wel op voorwaarde dat de patiënt die oefeningen heel vaak gaat herhalen. Niet alleen bij de kinesitherapeut, maar ook in de thuissituatie. Nu, wie van jullie is er al eens ooit naar een kinesitherapeut geweest? En wie heeft al eens thuisoefeningen moeten doen? Mocht de handen opsteken en lukte dat goed? Wow, ik zie zo toch wel wat wenkbrauwen fronsen. En dat is ook wat wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat tot 70% van de mensen hun thuisoefeningen niet doen of niet goed doen. Ook al is dat de sleutel tot beterschap. En naast het feit dat het natuurlijk moeilijk is om die oefeningen nog in te passen in een drukke levensstijl, is het ook zo dat mensen soms die oefeningen niet goed herinneren thuis of dat ze niet goed aanvoelen hoe ze die juist moeten doen. En daar kan technologie nu helpen. Want technologie kan een heel motiverende omgeving aanbieden waardoor mensen graag oefeningen vaak gaan herhalen. En technologie kan ook helpen bij het aanbieden van goede oefeninstructies. En technologie kan helpen bij het monitoren wat de patiënt juist doet en dan feedback gaan geven waardoor de patiënt geleid wordt om de oefeningen beter uit te voeren. Maar laat mij eens een aantal voorbeelden daarvan geven. Ik ga beginnen met hoe technologie kan helpen bij het geven van oefeninstructies. En dat kan vrij eenvoudig zijn. Dat hoeven geen hoogtechnologische toepassingen te zijn. En zo heeft Iete Speetjens voor haar masterthesis een videoprogramma ontwikkeld voor oudere mensen. En dat videoprogramma wordt aangeboden samen met muziek uit de tijd dat die oude mensen jong waren. En we hebben die bewegingsprogramma's aangeboden in de living van een woonzorgcentrum in Hasselt. En wat zagen we? Dat mensen met dementie tot 90% van de oefeningen meededen. En als ze 6 weken lang die oefeningen aangeboden kregen, zagen we een merkelijke vooruitgang in de spierkracht van hun benen en ook in hun evenwicht. Om eventjes het potentieel duidelijk te maken van die ondersteuning door video-instructies. Maar instructies voor oefeningen kunnen ook worden aangeboden door een robot. Dat is onderzoek van Fazole en Mataric. En zij hebben gevonden dat oude mensen het heel motiverend vinden om eigenlijk instructies van oefeningen te volgen van een robot. Nog een heel andere manier waarop technologie instructies van oefeningen kan ondersteunen, is door middel van een spelomgeving waar de patiënt sensoren draagt,
zoals deze hier. Dat zijn eigenlijk kleine bewegingsmetertjes. Dit zijn sensoren van het Valedo Motion systeem. Die worden gedragen, die worden aangebracht met huidvriendelijke kleefband, droogte van de rug, eentje van boven, eentje van onder. En die sensoren zijn bewegingsmetertjes die heel goed houding en beweging kunnen registreren. Die kunnen dan ook een spelomgeving gaan aansturen. En die spelomgeving op zich kan ook de juiste beweging gaan afdwingen. Laat me dat een beetje beter uitleggen aan de hand van een patiëntenvoorbeeld. Neem een patiënt met lage rugpijn die als klachten heeft dat hij altijd pijn heeft bij het heffen van lasten. Als hij de wasmand moet heffen of de vuilniszakken moet buiten zetten, heeft hij pijn. En de kinesitherapeut heeft gezien, als die patiënt die buigbeweging uitvoert, dat die niet mooi gebeurt over de ganse rug, maar dat die patiënt zo'n knik in de rug maakt. Altijd te veel doorbuigt op dit puntje in de rug. Ja. Natuurlijk, als altijd dat punt overbelast wordt, geeft dat pijnklachten. Dus die patiënt moet enerzijds leren om het onderste gedeelte van de rug apart te bewegen van het middenste gedeelte van de rug, door bekkenkantelingsoefeningen. En anderzijds moet hij leren om de rug stabiel te houden tijdens het heffen, zodat hij niet die knik gaat vertonen. Hier zien jullie die bekkenkantelingsoefeningen. Dat zijn kleine bewegingen, dat ziet er heel gemakkelijk uit. Maar mensen met lage rugpijn kunnen dat best moeilijk vinden, ook al omdat ze angst hebben om pijn te veroorzaken. Ja? Dus het is veel eenvoudiger als diezelfde oefeningen kunnen uitgevoerd worden in een spelomgeving waarbij de patiënt die sensoren draagt. Hè? En die sensoren sturen bijvoorbeeld een visje aan dat uit een schelp parels moet vissen of die rotsen moet gaan ontwijken. Op dat moment is de patiënt bezig met het spel en denkt hij niet aan de pijn of aan negatieve angstige gevoelens die hij heeft. En leert hij toch impliciet de juiste beweging. Ja? Het andere wat onze patiënt moest leren was om te gaan heffen zonder die knik in de rug te gaan vertonen. Dus wat leren wij hem dan? Eigenlijk in stand te gaan buigen met een stabiele rug. En daarna kunnen we aanleren om ook door de knieën te gaan en met de armen te gaan reiken. Nu, ook dat is een oefening die soms moeilijk is voor mensen met lage rugpijn. En daar maken we vaak gebruik van feedback. U ziet zelfs op het scherm ook feedback, hè, die gebruikt wordt bij het Valedo-systeem. Hier moet de patiënt tijdens de buiging ervoor zorgen dat dat groene cilindertje niet buiten de avatar beweegt. En buigt hij toch te veel met de rug, dan ziet hij onmiddellijk dat dat cilindertje uit de avatar beweegt en kan die gaan bijsturen. Op de video zie je hoe iemand oefent met de feedback van de technologie en hoe hij heel erg zoekend is om de juiste rughouding aan te nemen. Maar werkt dat wel? Hoe weten we nu dat dat gaat werken? Wel, in zijn doctoraatsonderzoek heeft mijn collega Thomas Matheve een oefening aangeboden met die feedback. En hij heeft gezien dat de mensen na 18 keer buigen de rug beduidend stabieler kunnen houden. Hij heeft dan ook gezien dat mensen die die feedback niet kregen of mensen die feedback van een spiegel kregen, zoals u hier ziet, dat die mensen die vooruitgang niet vertoonden. Hetgeen toch een stukje het potentieel van die feedback aantoont. Een heel nieuwe tendens is het inbouwen van deze sensoren of gelijkaardige sensoren in textiel, zodat mensen vestjes kunnen aandoen. Hier zien jullie Wang Qi en zij draagt het Zishi-vest dat ze ontwikkeld heeft. Dat is een vest dat ontwikkeld is in een samenwerking met de Technische Universiteit in Eindhoven. Hier ziet u sensoren die bevestigd worden op de borstkas en ook op het schouderblad. En die sensoren meten houding en beweging van de romp en het schoudercomplex. En die kunnen ook feedback geven als de patiënt de schouder te veel meebeweegt tijdens reiktaken, hetgeen voor pijnklachten kan zorgen. Ja. Hier ziet u Qi die het spel speelt. En als ze de schouder te veel beweegt, zoals nu, krijgt zij een tadaa, auditief signaal. U ziet ook, ze kan zien op het schermpje voor haar of de pijl uit de groene zone naar de oranje zone beweegt. Dus je moet proberen om die pijl in de groene zone te houden. Ook kunnen die sensoren gaan trillen. En we kunnen vooraf aan de patiënt, met de patiënt afspreken welk soort van feedback hij of zij het liefst krijgt. En nog een heel andere vorm van feedback is haptische feedback. Wat is haptische feedback? Dat is wanneer technologie het gevoel kan geven van aanraking. En op de foto hier ziet u de Haptic Master. De Haptic Master is een robot die patiënten kan begeleiden in het doen van armbewegingen. Vooral patiënten die een probleem hebben met te weinig spierkracht of die niet gecoördineerd kunnen bewegen.
In Adelante Revalidatiecentrum in Hoensbroek hebben we een studie gedaan bij mensen na een beroerte die wel tegen de zwaartekracht konden bewegen, maar toch onvoldoende spierkracht hadden om dat vloeiend te doen. Ja. Dus we hebben daarin een onderzoek nagegaan of die mensen meer verbetering vertoonden als ze de robot gebruikten dan als ze dezelfde oefeningen deden alleen met video-instructies. En wat hebben we gezien? Dat eigenlijk de robot voor die mensen geen meerwaarde kon bieden. En dat is ook heel belangrijk om te weten, want dat onderschrijft het belang van de juiste technologie in te zetten voor de juiste patiënt. We kunnen niet zomaar ervan uitgaan, omdat robotica hun dienst bewezen hebben voor mensen na een beroerte met een lage functionaliteit, dat die ook gaan werken bij patiënten met een hoge functionaliteit. Die bleken zelfs iets meer baat te hebben bij gewoon bewegen in de vrije omgeving. Goed, een laatste item waar ik even op wil ingaan is de motivatie tijdens het trainen. We hebben al heel motiverende spelomgevingen gezien, hè, maar het blijkt ook heel belangrijk te zijn voor patiënten dat ze kunnen trainen op persoonlijke doelen. En om even bij die patiënten na een beroerte te blijven, de ene patiënt zal graag terug op restaurant gaan met de partner en graag uit een champagneglas drinken. De andere patiënt wil graag zelfstandig betalen. Nog een andere wil eigenlijk graag terug kunnen schrijven. Het zou wel heel handig zijn als we dan met technologie oefeningen willen aanbieden, dat de therapeut ook oefeningen kan programmeren op vraag van de patiënt. En daarvoor hebben we samengewerkt in verschillende projecten met technologieontwikkelaars die mooie omgevingen kunnen aanbieden voor kinesitherapeuten om oefeningen te gaan programmeren. Op de foto die u hier ziet, ziet u hoe kinesitherapeuten op een interactief oefenbord kunnen programmeren welke zones oplichten. En kinesitherapeuten kunnen ook gelijk welk object voorzien van een tag, dat zijn de kleurrijke plaatjes die u daar ziet, zodanig dat we kunnen kiezen met welke objecten de patiënt traint. De pen, het champagneglas of het geld en de beurs. Dus dat opent een hele nieuwe wereld aan mogelijkheden om te gaan oefenen. En nu dan de hamvraag. Zal technologie kinesitherapeuten gaan vervangen? Wel, mijn antwoord daarin is heel duidelijk. Nee, natuurlijk niet. Kinesitherapeuten zullen altijd nodig blijven en zullen altijd hun taken blijven uitvoeren zoals ze dat nu doen. Maar ze zullen wel een heel andere takenvulling erbij krijgen. Ze zullen ook moeten leren welke technologieën er beschikbaar zijn en de juiste technologie kunnen uitkiezen voor de juiste patiënt. Ze zullen moeten leren om oefeningen te programmeren in technologie. En ze zullen hun patiënten moeten aanleren hoe ze die technologie kunnen gebruiken in de thuissituatie. En u zal moeten beslissen op termijn of u het wel oké vindt dat uw kinesitherapeut op afstand perfect kan zien of u uw oefeningen al dan niet gedaan hebt en of u ze goed hebt uitgevoerd. En of u het oké vindt dat uw kinesitherapeut op afstand uw oefeningen moeilijker gaat maken als u vooruit gaat. Maar ik hoop dat u samen met mij uitkijkt naar de verrijkte trainingsmogelijkheden die in het komende decennium in het revalidatielandschap zullen verschijnen. En misschien wordt u wel beste vriendjes met uw therapierobot die u begeleidt bij uw thuisoefeningen. Dank u wel voor uw aandacht.